Bij een inbraak in de Sint-Nicolaaskapel in het Valkhofpark is een ruit vernield en is de collectebus meegenomen. Medewerkers van de DAR ontdekten dat donderdagochtend en schakelden de politie in. Dat is dus eerst een ijzeren traliewerk wat verwijderd is. Toen is er een plexiglas beschermplaat weggehaald en toen hebben ze de halve glazen loodraam kapot gemaakt. Zijn daardoor naar binnen gegaan, zijn rechtstreeks op onze collectebus afgelopen, hebben die losgeknipt uit van de muur en zijn met collectebus en een kleine inhoud verdwenen. Vorig jaar is op werkelijk 100% dezelfde manier ingebroken in deze kapel. Exact dezelfde manier. En toen is ook een collectebus verdwenen. Er lijkt weinig te doen tegen dit soort inbraken. Het enige wat we nu kunnen overwegen is om eventueel camerabewaking aan de binnenkant van de kapel neer te zetten die op beweging aangaat.